Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over ons land. Hier en daar schijnt ook wel eventjes de zon. En in de loop van de ochtend begint de bewolking weer wat verder te breken als eerst in het zuidwesten van het land. Vanochtend loopt het kwik op naar zo'n 20 graden in het zuiden en 18 in het noorden. Daar komt nog wat bij. In het noorden is het in de middag een graad of 20, terwijl het kwik in het zuidoosten op kan lopen tot 25 graden of iets meer. De zon breekt van het zuidwesten uit steeds vaker door. Het is vriendelijk weer en de wind is westelijk en meest matig van kracht. Vanavond breiden de opklaringen zich wat uit, maar in het noorden blijven we toch vaak wolkenvelden zien. En die wolkenvelden zorgen in de loop van de nacht, in het uiterste noorden zelfs, voor een klein beetje lichte regen. Morgen overdag trekt die neerslag langzaam naar het zuiden, verpieterend dat wel. Het noorden heeft de dikste wolken, in het zuiden beginnen we nog met flink wat zon. En in het zuidoosten kan het nog 27 graden worden. In het noorden is het slechts 17 graden. Zondag dan 17 tot 21 graden op de thermometers. En ook maandag is het nog tamelijk fris, net als dinsdag. In de loop van volgende week gaat het kwik wel omhoog. De neerslagkans blijft voorlopig klein. En de zon doet zeker mee in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.